Ik ben Zoe en vandaag ga ik je laten zien hoe snel en eenvoudig het is om kaders te maken met onze decovleermandlijsten, zodat je kamers de kleine upgrade kunt geven en thuis kunt voelen. In het decovleer assortiment vind je voorgesneden kant-en-klare wandlijsten sets. Vandaag gebruik ik de voorgesneden set CLI om kaders van 39 x 59 cm te maken. Om de wandlijsten te installeren heb je een verstekbak, een duimstok, een potlood, wat decoverlijm, een kietspuit, een schilderspatel, een spons, wat schuurpapier en een zaag nodig. Controleer eerst of de installatieoppervlakken hechtbaar, schoon, droog, stofvrij, vetvrij en egaal zijn. Teken de omtrek van de twee kaders op de muur met een potlood, een duimstok en een waterpas. We raden aan om een opening van 10 tot 15 cm te laten tussen de kaders en tussen de kaders en de vloer of het plafond. Meet de lengte van de eerste zijde van het kader en markeer deze op de wandlijst. Hier beginnen we met de korte zijkanten van 59 cm. Het is heel belangrijk om je verstekbak correct te plaatsen. Plaats de kant van de doos met de drie parallele lijnen naar je toe. Deze kant stelt de muur voor. In tegenstelling tot het snijden van horizontale wandlijsten, stelt de andere kant hier de muur voor. Gebruik een geschikte zaag om de wandlijsten van geëxtrudeerd polymeer met hoge dichtheid te zagen. Nu kunt u doorgaan met het snijden van de profielen. Zet je wandlijst in de verstekbak en zaag in de richting die je op je profiel hebt aangegeven. Herhaal dezelfde stappen voor de lange zijde. Als het nodig is, neem ik wat schuurpapier met korrel 150 of fijner om de randen waar ik ze gesneden heb te egaliseren en probeer ik ze zo glad en gelijkmatig mogelijk te maken. Daarna bewijd ik het schuurstof met een vochtige spons of doek. Nu heb ik de decovleerlijm nodig. Snijd met een scherp mes het topje van een kietkoker af, net boven de schroefnaald. Bevestig vervolgens de spuitmond op de koker. Snijd nu de spuitmond van de kietspuit schuin af en plaats de koker in de kietspuit. Ik breng een beetje lijm aan over de hele lengte, hier en hier. Plaats de wandlijst direct aan de muur door de rand uit te lijnen met uw potloodstreep en lichte druk uit te oefenen met uw vingertoppen. Verwijder vervolgens overtollige lijm met de spatel. Ik breng weer een beetje lijm aan op de lijmvlakken en op het verstek. Plaats de wandlijst tegen de muur en verwijder de overtollige lijm. Installeer nu het voorgesneden frame op dezelfde manier. Vul de voegen met decovleerlijm en verwijder overtollige lijm met een spatel en een vochtige spons. Na een droogtijd van minstens 6 uur kan ik de muur en verstekvoegen vullen met de decovleerlijm. Je kunt deze stappen dus weer gewenst herhalen, maar dat hoeft niet. Tot slot moeten we het over de lak hebben. Uiteindelijk moeten de sierlijsten worden gecoat met verdunde dispersieverf. Bij voorkeur 2 keer voor een optimaal resultaat. Als je zin hebt om je interieur naar een hoger niveau te tillen, vind je nog veel meer handleidingen op ons kanaal. Dit zijn onder andere video's over het installeren van plafondlijsten, wandlijsten, plinten of verlichtingsprofielen. Als je op zoek bent naar meer inspiratie en decoratie-ideeën met Decoflair, ga dan naar ons Instagram-account en klik op de volgknop. Veel plezier met Decoflair. Feel at home, Zoe.